Begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt pittig chill om een meisje te zijn. Maar soms heb je echt van die momenten dat je bij jezelf denkt... Wow, het zou zoveel beter uitkomen om nu een jongen te zijn. Bijvoorbeeld als je ineens 6000 kilometer aan het rijden bent. En je moet ineens heel nodig naar het toilet. En het duurt echt nog een baard voordat je bij het volgende tankstation bent. Dat is gewoon heel kut. En als jongen kan je gewoon uitstappen... Overal tegenaan pissen en weer doorgaan met je leven. Ja, en als meisje kan dat gewoon niet echt. Of zomers als je een korte broek aan hebt en je stapt naar buiten. En je bent vergeten dat je je benen niet gedaan hebt. Als man kan je dan naar buiten lopen met je harige benen. Van hallo, kijk mij eens mannelijk zijn. Maar als vrouw kan je ook met je harige benen naar buiten lopen. Maar dan denkt iedereen dat Bokito is losgelaten. Of dat gezellige moment in de maand dat je weer eens niet zwanger bent. En je lichaam je maar gewoon laat lijden om je dat duidelijk te maken. Zo van, hey bitch, weer geen baby deze maand. Ga nu maar lekker afsterven met jezelf. Succes met je leven. Heb je ooit een man gehad die hier last van had? Maar ja, ik heb de laatste tijd wel genoeg zeikvideo's gemaakt. Dus vandaag even een positieve video. Dus speciaal voor alle mensen die ook helemaal klaar zijn met de waarom heb ik geen piemel momenten. Gewoon een video met voordelen van het zijn van een vrouw. Een super groot voordeel is bijvoorbeeld dat we make-up op kunnen doen. Je kan zeg maar een natural beauty zijn. Of je bent zeg maar zoals ik en je ziet er echt uit als een aangereden rund als je wakker wordt. En dan kan je nog wel wat schade beperken door bijvoorbeeld je haar te borstelen of zo. Ja, helaas, I didn't. Vraag maar aan mensen bij mij op school met toetweken als ik in een joggingsbroek met een bril op mijn hoofd en een staart op mijn kop zonder make-up door school loop. Loop ik er echt bij alsof ik rechtstreeks onder een brug vandaan kom. Dat is echt niet zo heel veel soeps. Toen zat ik bij mezelf te denken, ja weet je, als ik nou een jongen was geweest, dan kon ik dat allemaal niet meer verbergen. Nog een groot voordeel is dat we mannenkleren aan kunnen doen en echt rond kunnen lopen van jeetje, kijk mij eens heet zijn in dit veel te grote overhemd. Als jongen kan je wel een panty aangetrekken, maar daar worden serieus oceanen nog droog van, dus dan schiet je ook geen kut mee op. Nog iets is dat vrouwen altijd voorrang hebben in shit. Als je jezelf een beetje leuk aankleedt, kan je gerust een avond gratis uit, dan laat je gewoon jongens voor je betalen. Dan moet ik er wel bij zeggen dat dat misschien niet de handigste actie ooit is, want je geeft iedereen alleen maar valse hoop in. Maar als het je niks uitmaakt, dan is die mogelijkheid er wel. Dat is een beetje wat ik duidelijk probeer te maken. Je kan er als jongen nog zo heet uitzien, maar denk maar dat er meisjes in de rij komen staan om jou drank te gaan betalen. En het allergrootste voordeel natuurlijk, is dat wij wel tieten hebben en een man niet. Tot zover deze semi-feministische video. Beyoncé zal vast trots op me zijn. Ik zie jullie volgende week weer. Toedeloe!